Goedemorgen Harry, aan jou het woord. We staan hier nu in de paardenstal in Niel. Ja, de paardenstal is op dit moment bezoekerscentrum, natuureducatief centrum van de vereniging Natuurpunt Ruppelstreek, waar zij normaal gezien in het weekend en in de zomerperiode wel ook soms in de week bezoekers ontvangen en als eind- of startpunt voor geleide wandelingen door Walenhoek op pad gaan. De paardenstal zelf is een restgetuige, een monument van de vroegere steenbakkerijen, van hoe dat vroeger hier de klei werd ontgonnen. Maar de steenbakkers zijn ooit in de jaren 1700, 1600 vanaf de oever van de Ruppel gestart met het gewoonweg weggraven van de kwesta. Dat had een aantal grote voordelen. Eén, ze moesten geen put graven net achter de dijk. Dus de hogere overheden hadden geen zorgen dat daar eventueel een dijk zou kunnen doorbreken. Dus ze zijn gewoon op dijkniveau de kwesta blijven afgraven. En hier in Niel hebben we dan het grote voordeel dat we in feite heel dat exploitatielandschap van aan de Ruppel tot aan waar het in de jaren 70 van vorige eeuw, dus 1970, gestopt is, één nieuw post-industrieel landschap hebben waar dus nog in de vroegere kleiputten kunt rondlopen. We staan nu op een plein, letterlijk, dat was vroeger het hart van elke steenbakkerij. Dus hier werd de klei aangevoerd en werd dat in vormen gegooid. Letterlijk gegooid, was ook een werktafel waar dus de steenvormer zijn werk deed. Die vormelingen werden dan weggedragen en uitgeklikt. Dat moest dan toch even drogen. Nadien werd dat meestal door vrouwen op wagentjes gezet, die dan via de sporen door die droogloodsen liepen. En daar werden die vormelingen, groene baksteen, te drogen gezet. Na een periode van x aantal dagen of weken, afhankelijk ook van het seizoen en de snelheid van het droogproces, werden die vormelingen terug uit die droogloodsen gehaald en werden die hier in die ringoven gebakken. En dan hebben we ook ongeveer wat hier allemaal werd geproduceerd: baksteen, tegels voor de vloeren en dakpannen. Dat waren de drie kernproducten die hier werden geproduceerd. En van hieruit meestal over de Ruppel naar de rest van Vlaanderen en de rest van de wereld ook werden uitgevoerd. Dus alle omliggende landen vind je ergens wel bakstenen made in Ruppel. Achter ons zien we de hele weggegraven kleizone van die kwesta. Op het einde de schouw, daar stonden we daar straks, dat is de ringoven, dus waar het bakken van de klei gebeurde. Wel, een van de problemen om al wat er hier in het gebied gebeurd is, het weggraven van die kwesta, visueel zichtbaar te maken voor een bezoeker die in feite ja, van ergens anders komt, helemaal niks weet wat een kwesta is, wat kleiontginning is, misschien wel iets weet van ja, bij ons achter het hoekje hebben ze ooit voor 1900 ergens een keer een putje gegraven om klei uit te halen en een veldoven gebouwd en dan terug die put dichtgegooid. En einde verhaal van heel die baksteenontginning van ons eigen dorp. Maar dus hier heb je een eeuwenlange geschiedenis. Exploitatie van het landschap, het ontginnen, het verwijderen van heel die geologische laag. Van, goed, ja, hoe kan je dat visueel in beeld brengen, is geen evidentie. Meestal hier de bedoeling dat op het moment dat het museum de ringoven die hierachter staat van EMAP terug opnieuw operationeel is als volwaardig gereconstrueerd gebouw. Dat hier ook een uitkijkpunt bij komt, dus dat de vroegere schouw wordt toch niet meer gestookt, wordt hergebruikt als uitkijkpunt. En op een bepaalde hoogte heb je wel een bepaald zicht op wat de ontginning met de pols gedaan heeft. Dan heb je visueel een veel beter inzicht van hoe dat kwesta-landschap letterlijk en figuurlijk vergraven is geworden.